Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. Dit keer ga ik weer op de weg met mijn mooie, prachtige, charmante stuur. En gaan wij in Duitsland iets bezorgen, namelijk banden. En wil je weten hoe het verder gaat? Wacht dan even het intro af. Amazing alsjeblieft. Woo! Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur, yeah! Zo, en we vertrekken vanuit een Duits bedrijf en we hebben achterop banden. En het leuke is dat ik eigenlijk mijn eigen truc, dus die, mijn eigen truc die ik ooit heb gekocht, heb ik naar de spuiterij gebracht. En die is nu in roze en blauw, de kleur van Disneycraft. Het leek me leuk om gewoon dat een beetje te mengen. Maar dit is een snelle vracht en dat betekent dat ik een vrachtwagen krijg die eigenlijk door het bedrijf is aangekozen. En daar zitten al die banden in. Het is overdag en dat is voor mij altijd positief. Het enige nadeel is dat ik in Duitsland rij. En Duitsland is natuurlijk het land, ik heb niks tegen Duitsland, maar ik heb wel tegen Duitsland in het spel. het is gewoon, ik weet niet, ik ben altijd de Sjaak in Duitsland. Mensen rijden heel raar hier en ik krijg meer commentaar ook, maar ook over het echte Duitsland, dat mensen ook een beetje raar rijden in Duitsland zelf. En we zijn pas natuurlijk ook, ik ben vorige week in Duitsland geweest. En dat is wel grappig, want dan kom je ook langs de weg bij Ausfahrt tegen. En ik maar denk ooit in aflevering van, dat is een plaats. Ik dacht Ausfahrt was een plaats. En dat blijkt dus gewoon uitweg of uitvaart te zijn. Of een uitvaart niet. Volgens mij gewoon een uitgang, Ausfahrt volgens mij. Dat je gewoon kan afslaan naar een plaats. Maar dat was dus niet de plaatsnaam. Dat is, Ausfahrt is dus gewoon iets anders. Maar dat is leuk toen we in Duitsland reden. Toen, ja, dan zie je dat ook langs de weg natuurlijk. En dan word je weer herinnerd aan het feit van, ja, ik dacht dat Ausfahrt heel groot was, weet je, dat het een hele grote plaats was. Maar je ziet het dus overal in Duitsland staan. En dat vertelde ik ook tegen een vriend van mij, die zat naast me, die reed namelijk, Robin. En ik zeg, ja, ik maar denk dat Ausfahrt gewoon een plaats was, maar dat is niet zo. Dat klopt helemaal niet. En ik moet je zeggen, ik heb mijn gaspedaal keihard ingedrukt en we gaan zo langzaam. We gaan serieus 45 km per uur. Dat is serieus echt heel langzaam. Maar dat maakt niet uit. Zo kan ik nooit boven het limiet gaan. Zo kan ik nooit boven die 60 komen. En we gaan hier naar rechts. We gaan dus richting, ik weet niet eens. We gaan zo kijken als we op de snelweg zitten. Kijken we waar we heen moeten. En of we wel genoeg tijd hebben, dat zal wel. Ik ga eens kijken. We hebben dus banden die we gaan vervoeren. Onze lading, onze hele truck zit vol met banden. En we gaan van naar Düsseldorf. In Stokes. Ja. En we komen vandaag aan. Of morgen komen we aan, want het is woensdag. We komen morgen aan, donderdag, tussen 5:15 en 12:00. Oké. Ja, met dit tempo kom je inderdaad aan morgen. Maar als ik wat sneller kon rijden, dan zou dat heel fijn zijn. Nou, mijn resterende tijd is nog 18:00. Dus we hebben flinke. Duitsland is ook best groot. Ik heb zeg maar een beetje kleine afstand gekozen. Maar ja, Duitsland is gewoon groot, dus het duurt gewoon eventjes. En met deze snelheid gaat dit nog langer duren, denk ik. Ongelooflijk. Och, kunnen we niet een reclamespotje toevoegen in Truck Simulator? Dat ik gewoon even een reclame inlas. En dat we dan gewoon, dat ik gewoon skip naar Duitsland. Het zou mooi zijn. Nee, ik moet natuurlijk wel levelen. Er is een update gekomen van Truck Simulator. En dat betekent een nieuwe hoorn. Nee hoor, dat elke vrachtwagen heeft een andere hoorn. Nee, totaal geen nieuwe hoorn. Achievements zijn toegevoegd in Truck Simulator. Nou, dat is eigenlijk een beetje raar dat het pas zo laat komt. Maar ze zijn steeds die game aan het upgraden. En de makers zijn ook elke keer bezig om nieuwe updates uit te voeren in het spel. En ik heb voor €5 heb ik een DLC gekocht. En die DLC is dus dat je boten, kraammachines, nog andere kraammachines kan vervoeren. Maar vooral boten, daar gaat het om. Die zagen er heel mooi uit. En ik was eigenlijk gelijk verkocht. Ik dacht, wauw, dat moeten we ook een keer gaan vervoeren in de serie. Gewoon een boot. Gewoon een grote witte boot. Moet ik hier trouwens naar links? Want als ik hier naar links moest, nee.
dan was ik een beetje te laat. En dan kwam ik nooit meer aan in dat Duitsland. Oh ja joh, ja zeker weten. We horen aankomen in Duitsland. En we gaan nu spontaan in één keer een stuk harder. Ik weet niet of ik het gaspedaal nu harder heb ingedrukt. Voor mijn gevoel niet. We gaan een berg af, misschien dat het is. Hij rijdt wel erg vloeiend, deze vrachtwagen. Hij rijdt gewoon echt wel lekker. Maar ik ben bang dat ik hier niet zo hard mag rijden als ik nu doe. Want je kan ook nooit met 90 door die bocht die daar aankomt. En trouwens, prachtige omgeving weer. Niks tegen Duitsland. Schitterende omgeving. En hier hebben we wel eens gereden. Dit kan ik me nog wel herinneren, dit stuk. Scherpe bocht. Dit is echt een hele scherpe bocht. Moet ik echt rustig doen, zeg maar. Anders gaat het mis. Ga kantelen. Ik heb natuurlijk banden op mijn... ik zou mijn band wel makkelijk kunnen vervangen nu, denk ik. Met al die banden. Kijk, links vind ik zo mooi, hè. Mooie omgeving. Ja hol, ja hol, ja hol. In Duitsland is het tol. tol. Hebben ze... Oh, kijk, dit is hem, hè. Ja, dit is hem. Mooi hoor. Prachtig, ja. Heel mooi. Ja, zo. Terug in de cabine. Nou, en een touringbus. Als u links kijkt, ziet u rechts niks. We passeren nu een heel mooi landschap. Rechts ziet u boomstammetjes en links een meertje wat dadelijk ophoudt. Dan gaan we weer in het Duitsland op de snelweg. Er zit ook niemand in die bus. Ja, achterin zit iemand, zie je het? Achterin zit iemand. Ik ga mijn licht aandoen om hem. Heeft geen nut. Hoe kan ik hem irriteren? Beetje bumperkleven. Bumperkleven is altijd goed. Nee, ik rij gewoon netjes achter hem. Ik ben gewoon netjes, weet je. En het meertje nog steeds. Leuk, mooie rechts ook. Een hele mooie schutting. Die is geplaatst door Jozef Bandideldi. En Jozef Bandideldi die heeft daar heel lang over gedaan. Want de cement moest komen van een vrachtwagenchauffeur in Polen. Dus dat duurde nog wel even. Nou, hier is hij ook gestopt met die muur, zoals je ziet. Hij had er geen zin meer in. En de muur dient geen nut te hebben. Staat er gewoon voor de lol. Het is een kunstwerk, hè. Kunst heeft geen nut. Kunstwerk staat er omdat het mooi is door degene die het heeft gemaakt. En de anderen moeten maar twijfelen of het mooi is. Nou, achter ons zien we een hele mooie vrachtwagen. We zien aan het merk dat hij banden vervoert. En hier zijn ze ook al 44 jaar bezig om hout te verzamelen en bomen te kappen. Voor nieuwe houten huisjes. En nou, we gaan door. We zijn nu ingesloten in twee vrachtwagens. De een heeft olie en de ander heeft banden. Leuk. Leuk dit. Ja, heel gezellig. Kunnen we dit echt niet... Kunnen we niet even... Ik ga er gewoon voorbij. Ik ga er voorbij. Als het kan. Laat me er voorbij. Laat me er voorbij. Laat me er voorbij. Ik wil ertussen. Kan ik ertussen? Kan ik ertussen? Heel mooi, Vincent. Heel mooi. En we wachten op de trein. Wat leuk. We gaan op het treintje wachten. Treintje Oosthuis. Waar zou die vandaan komen? Oh, daar komt hij. Oh, wat schattig. Cargo Rail. Er is trouwens ook een nieuwe Train Simulator aangekondigd, hè? Train Simulator 2015. Zag er fantastisch mooi uit. Maar ik vind dit toch meer mijn spelletje. Zie je het al voor me? Mij in een trein rijden met zo'n stuur. Het zou op zich wel kunnen, maar het zou raar zijn. Je zou eigenlijk alleen maar hendeltjes moeten hebben, denk ik hoor, bij een treinstation. Of bij in een trein. Nou, we gaan hier over de rails. Ziet er leuk uit trouwens. Heel leuk gedaan. En je mag hier maar 50. Houden we ons aan deze snelheid? Ja. Tanken. We hoeven niet te tanken. Die man voor me ging wel tanken. Leuk hoor. Ha, doe, kan ik hem inhalen. Doei. En dit is een leuk stadje. Ik mag hier maar 50. Ik rijd nu 50. Houden we ook een beetje aan die snelheid. Het ziet er heel leuk uit, dit stadje. Is het een, ik denk een dorpje of... Ik weet het niet waar we doorheen rijden. Zal ik eens kijken? We rijden door... We rijden gewoon door een random stad die niet wordt benoemd in de... Maar Frankfurt zit hier rechts. Dan weet u dat. Zo, en nu zitten we eigenlijk weer op een heel rustig verlaten boerderijweggetje, weet je wel. Die heb je ook veel. En mooie bloemetjes. Ziet er... Losse handen! Oh, de hetjes. Er kunnen hetjes overspringen, zie ik op het potje. Dat zag je ook in Duitsland. In het echt, hè? Klinkt net als een poepie, hoor. Ja, zo'n scheetje.
Weet je wel, dan zit je even krom en dan even... ja, hè? Nee, toen we in Duitsland gingen rijden, toen zag je ook inderdaad bordjes met hedges die konden oversteken. We hebben niks gezien. Maar je kreeg ook een boete, zei Robin, zei dat. Je krijgt een boete als je een hedge expres overrijdt. Maar ik zei zo tegen hem, ja, maar stel je voor, er komt een hedge over de weg en je moet ervoor remmen. Maar daardoor kan je zelf wel een ongeluk krijgen doordat je remt op een snelweg. Ja, maar daar krijg je geen boete voor. Als je jezelf in gevaar brengt, dan mag je dus wel een hedge overrijden. Maar als je het expres aanrijdt door keihard te gassen en niet te remmen als het gewoon rustig is op de snelweg. Of gas te minderen. Dan krijg je een boete. Ja. Heel simpel. Maar toch heel apart, ja. Maar ik denk dat hedges sowieso niet snel oversteken over de snelweg. Dat geloof ik niet. Oh, jongens, wat is dit saai op de weg hier. Ik wil niet zeggen dat ik liever op de snelweg zit dan zo'n klein kronkelweggetje tussendoor. Maar op de snelweg zie je toch net iets meer, lijkt het net. Qua auto's, hè. Op zulke weggetjes zie je meer natuuromgeving. En wat een saaie lucht achter me. Ik weet niet of je het ziet. Nee, je ziet het niet. Mijn facecam zit ervoor. Ja, je ziet het op de linkse, zie je het wel. Linkse zijspiegel. Het is echt vreselijk weer. Alsof Piet Paulus maar niet eens hier wil aankondigen, weet je wel. Hij wil gewoon niet voor de Duitse televisie werken. Scherp bochtje. Ik ga er iets te hard. Ah, ik ging er best vloeiend. Ik twijfelde nog of ik te hard ging. Hè. Ik ging te hard. En getrokken streep. Dus dan mag je niet inhalen. Nou, er valt ook weinig in te halen hier natuurlijk. Maar hij gaat echt niet hard deze vrachtwagen hoor. Hij gaat echt heel langzaam. Maar op zich wel een heel relaxed tempootje. Maar ja, nu snap ik waarom we pas donderdag in Duitsland weer aankomen. Ik begrijp het nu volkomen. Wow, die lucht joh. Of het is of het gaat regenen. Ook al weet ik even niet de knop om mijn ruitenwissers aan te doen. Ik zal ze wel proberen, nee. Oh. Nou, kijk eens aan. Kunnen we die nog uitzetten? Hallo? Kunnen we die ruitenwissers uitzetten? Ik weet het niet eens meer. Ja, oké. Okay, met de i kunnen we dus ruitenwissers aandoen. Mooi zo. Ik vind het ook jammer dat je geen snellere stand hebt in de ruitenwissers. Je kan hem gewoon aandoen en je kan hem uitdoen. Dus. La la. La la la. Oh my god, werkt die kilometerteller? Ik heb het nog niet gezien, maar er is een kilometerteller. En je ziet gewoon hoeveel kilometer ik heb gereden. Nou, ik niet totaal, maar deze vrachtwagen heeft gewoon 101.765 kilometer gereden in totaal. Dat is echt heel veel. Oh, je kan ook zien hoeveel benzine je nog hebt, zie je het? Nou, hij is bijna... inhalende mogol. Oké, ik doe mijn lichten wel aan. Hier, weer zo'n rare Duitser. Gewoon inhalen, weet je. Gewoon niet het geduld hebben om achter me te blijven. Nee, ik heb nog... Ik zit nog niet onder het eerste streepje. Dus we hebben nog op zich genoeg benzine. En ik weet niet of ik het ga halen. Ik ben wel benieuwd of ik het ga halen zonder te tanken. En we krijgen ineens weer een stoplicht. En die goos die me heb ingehaald, die gaat ineens naar links. Ja, ga maar weg, ga maar weg. En we gaan door oranje. Maar oh, ik ging door rood. Ik moet hier ook naar links trouwens. La 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 la. Oh, dat ging net goed. Gelukkig heb ik zo'n kantelvrachtwagen. Weet je wat het is? Kantelvrachtwagen. Dat is zo'n vrachtwagen die ik dan kantelt. Maar dat je dan altijd weet dat je weer terugkantelt naar je normale positie. Dat is een kantelvrachtwagen. Dat is mooi. Oh, het wordt weer nacht, jongens. Het wordt weer nacht. De hettetjes lagen bij nachten. In de Duitse nachten van Duitsland. Logisch, je hebt geen Duitse nacht in Frankrijk. Alhoewel, je kan het meenemen de nacht. Misschien. 50 km per uur. Ik ga hier naar rechts, ik vergeet het niet. En we gaan niet richting Keulen, maar via richting Frankfurt. Frankfurt. En nog een toeristenbus. En Frankfurt is vol. Moeten we daar niet in de buurt zijn? Nee, we moeten naar Düsseldorf. Geen Frankfurt. Ik ga eens kijken hoor. Links is Keulen. Dus, hieronder zit dus Fantasialand. Hieronder. Ik denk niet dat ze dat in de game hebben gemaakt. Maar het is leuk om te weten.
dat hieronder in de mapkaart die je onder mij ziet, daar zit dus Fantasialand. Vlak bij Keulen. Ik heb niet zo'n sterke motor. Want ja, je ziet het, ik ga niet snel omhoog. 30 kilometer ga ik bijna max. En nu gaan we wat harder, want nu is de heuvel eigenlijk voorbij. En we nemen nog steeds het tussenpaadje. Gewoon op ons gemakje. Leuke omgeving. Alhoewel, bomen natuurlijk. Ik denk dat er zit ook iemand achter mij trouwens. Zien jullie het? Ja, jullie zien het niet, want mijn facecam zit ervoor. Maar ik heb natuurlijk twee spiegels. En mensen hebben wel eens gecomment van: Vincent, doe je facecam weg. Ja, maar waar moet ik hem dan laten? Ik heb geen plek. Koelen. We moeten hier naar voren. We gaan dus wel richting Keulen. Wat grappig. Gaan we door Keulen heen? Nee, we komen langs Keulen. Maar we zijn bijna bij Düsseldorf, zie ik. Nou, we kunnen dit zeker wel gaan afmaken nog. La 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 la. En ik zie inderdaad een grote stad daar. Wat een leuk paadje dit, joh. Rood licht. Wordt groen, wordt groen, wordt groen, wordt groen. Ik wil niet remmen, ik wil niet remmen. Wordt groen. Wordt groen? Ja? Gas, gas, gas. Ja, hol. En het is echt rustig op de weg. Niet normaal. Ik voel me echt alleen. Ja, achter me zat nog een vrachtwagen, zag ik. Hé. Even kijken, waar zitten we? We hebben ook geen e-mails. Ik vind het jammer dat we nooit meer e-mails hebben gekregen. Ik heb wel 3% schade gereden aan mijn vrachtwagen. Dat komt door het kantelen. Maar ik wil gewoon even een stunt doen. Weet je wel, een stunt mag gewoon, weet je, in de video. Is geen probleem. Oh, dat was geen stunt. Kom naar die auto, die je wil me inhalen. Zo, en dan moeten we de heuvel weer op. We kunnen beter mee gaan trappen, want dit duurt echt langzaam. En er staat een bordje met Doosborg en Düsseldorf. En daar moeten we naartoe. Düsseldorf gaan we de goede kant op. We zitten dus boven Keulen. En moeten wij trouwens even kijken. Waar kon je dat zien ook alweer? Oh ja, in het midden. Oké, we zitten nog steeds niet onder de eerste streep. Dus ik heb geen zin om ook te tanken hiervoor. Vind ik eigenlijk onzin. Ik denk dat wij wel met deze tank het kunnen halen. Oh jee, jongens, K3 spookt weer rond in mijn hoofd. Ik weet niet hoe het komt, maar ik zit weer. K3 nummers zitten weer in mijn hoofd. Echt random, jongen. Ik had ook vannacht gedroomd, hè? Ja, ik had vannacht gedroomd. Ik moest in een heel klein roze jurkje moest ik gaan optreden. En een playbacken en dansen op een nummer. En dan kreeg ik, zeg maar, de dag dat ik moest optreden, kreeg ik de tekst voor me om te oefenen. En die tekst was ik kwijtgeraakt. Waardoor ik, zeg maar, ja, een beetje bang werd van dat mijn act niet goed werd. En dat jurkje, dat was dan met zo'n, dat je je buik zag door dat jurkje. Maar dat jurkje was echt keikrap. Dus, en toen was ik buiten, op de stoep, was ik dan mijn tekst eerst aan het lezen, zeg maar, van hoe dat liedje ging. En dan kon ik zelf bedenken van wat voor dansje zou ik erbij kunnen doen. Ja, dat droom ik dus. Over Vincent in een jurkje. Düsseldorf ontdekt. We hebben een nieuwe plaats ontdekt. In Duitsland. En dat valt me best wel... Dat vind ik apart. Want ik heb best wel veel plaatsen al ontdekt in het spel. Maar Düsseldorf is dus wel een heel echt bekende grote stad in Duitsland. Alleen die heb ik toch niet vrijgespeeld ooit. En ik zag zelfs dat er achievements waren voor als je 60% van de map verkent. Dat is echt niet normaal veel. Dan ben ik echt weken bezig. En zelfs een achievement op 100%. Hoe zou je 100% dit spel moeten uitspelen? Zijn er mensen die zo gek zijn om dit spel gewoon keihard 100% die map te ontdekken? Dat is echt bizar als je dat doet. Oké, we gaan hier naar links. En daar is bijna onze uiteindelijke bestemming. Onze lotsbestemming, weet je wel. Hier naar rechts. En ik ruik soep. Dus mijn moeder is bezig met soep maken. Dat is ook wel heel erg lekker. En ik parkeer hem gewoon niet netjes. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik parkeer hem gewoon lekker zo. We drukken op enter. En we hebben onze opdracht voltooid. Goed werk. Nou, dat is mooi om te horen. We hebben wel wat schade. We hebben €226 schade gecreëerd. En we hebben eigenlijk helemaal niet veel experience points gekregen. Ik ben nog steeds level 10. Ik ben een ervaren werker. Dat is altijd leuk om te horen.
Maar we hebben eigenlijk geen level up gedaan. Maar dat geeft niet. We gaan volgende keer gewoon een grote rij doen. Dit is mijn truc die ik wou laten zien aan jullie. En ik hoop dat jullie een beetje mooi vonden. Vergeet gewoon geen like te geven. En dan wil ik afsluiten met mijn outrootje. Tot de volgende keer. Doei doeg!